CBN Prime Alert van maandag 19 september 2016. Uw aandacht voor de headlines. Bewoners Ellen gaan gebukt onder watertekort. VES, investeringsplan regering onderontwikkeld en onevenwichtig. 3 rovers dodelijk geraakt na treffen met de politie. Wijziging in dagen ophaalvuil in bepaalde buurten. Supermarkt annex bakkerij verwoest door brand. 54-jarige man is 49ste verkeersdode. Gouddelvers mogen zoeken in concessie Rosebel. Huizencampagne probeert hoofd boven water te houden. En schietgrage CVD'er schiet op burger. Het waterproblematiek in het district Kommerwijnen voert ons vandaag helemaal te Ellen. En we staan er met mevrouw Egno Pobossi, die ons toch wel het fijne kan vertellen over de situatie hier op Ellen. Mevrouw Pobossi, wat is de situatie hier voor wat het waterproblematiek aangaat? Nou, het is zo dat bijna elke vakantie droge tijd, dus het water weinig komt traag. Komt tegen overal of 6 uur, soms tot 6 uur. Soms tot 4 uur voor 6 dan komt het echt weinig. En waar ik persoonlijk woon, is een huurhuis en het heeft geen huis aan, dus aansluiting. Dus dan moeten we om de ene dag water vullen met de buren waar we wonen. Dus dan is het een beetje vervelend. En waar vullen jullie water? Er wordt water aangeleverd, bedoel je? Nee, via de leiding. Okay. Pijp dus. Wat hebben we hier, DND of SWM? D&D. Oké. Okay. Ja. En in deze droge tijd komt er dus weinig water uit de kraan? Helemaal, ja. Kijk, de huizen van Ellen zijn ook, ze zijn bepaalde, dus asbestdaken en zo. Dus wat we gedaan hebben om het waterprobleem een beetje te voorkomen, is dat we een dakgoed hebben gezet. En zo een beetje water kunnen vullen in onze bureautank, waarmee we alleen baden, maar we drinken het niet. Omdat het dan slecht voor je gezondheid is. Dus we baden alleen ermee. Ja, dus dat. Omdat het om asbestdaken gaat. Ja, ja. Durven jullie het water dus niet te drinken? Helemaal niet. En het is toch wel een heleboel water dat jullie dagelijks nodig hebben? Ja, toch wel. Want iedereen heeft water elke dag nodig. We hebben water elke dag nodig. Je hebt kinderen, je moet wassen, je moet kleren wassen. Iedereen heeft elke dag water nodig. Maar maken jullie ook gebruik van de diensten van SWM? De drinkwatertrucks, wordt er water daarmee hier aangeleverd? Nee hoor, helemaal niet. Je moet water kopen, 17 SRD. Mijn ouders, mijn zus, mijn neef hadden laatst gekocht. Deze 3 panden hebben laatst water gekocht. 2 weken. En in die 2 weken dat ze gingen wachten, had het geregend. En dan zo hadden ze water en plotseling kwamen ze. En ik woon aan de andere kant, dus ik moest rennen naar hier om ze te zeggen van alles is gevuld, het heeft geregend. Dus wat ze gaan doen, ze gaan het water dus aanhouden totdat die roodtanks dus leeg zijn. Gaan ze dan terug, kunnen we bellen, dan gaan ze terugkomen. En qua grootte van een gezin, hoe lang kunnen jullie zo'n Durotank met water gebruiken per gezin? Nou. Laten we ervan uitgaan, een gezin van 5 mensen. Het is een kleine Durotank, dus laten we zeggen 2 dagen, 3 dagen is een kleine Durotank die naar de bad leidt. Dus zo'n 2, 3 dagen zo is het dan al op. Want wanneer we het vullen, vult het ook niet helemaal, tot de helft. Dus vandaar het 2, 3 dagen zo. Ja, dus ik neem aan dat jullie dan bezuinigen wanneer jullie moeten koken, wanneer jullie moeten drinken en wanneer jullie moeten baden. Drinkwater vul ik bij mijn ouders. Mm-hmm. We hebben kleine flessen. Vullen we dat, want drinkwater, leidingwater is een beetje moeilijk om te drinken. Koken we wel ermee. We doen de was ermee, maar drinken. Dan vullen we bij mijn moeder drinkwater, regenwater dus. Ja. En u zei, u bent geboren en getogen hier? Jawel. En dit maakt u al uw hele leven mee? Ja, vroeger. Het is nu een beetje, laten we zeggen, een beetje niet veranderd. Maar wat ik nu heb meegemaakt is niet dat ik nu loop met een kruiwagen om water te gaan vullen elders. Maar ik heb het wel meegemaakt. Ik heb het zelf meegemaakt, maar het is een beetje maar veranderd. En dit is bijna de situatie bij elke huis zo, dat mensen tonnen
emmers en alles wat waterhoudend is, dat ze dat allemaal plaatsen in de hoop dat het regent en dat ze dan toch wat extra water hebben? Jawel, want gisteren had ik ze gevraagd, maar ze helemaal niet lang veel gekomen. Dus daar. Dus in feite zitten jullie elke dag te hopen dat het regent? Ja, zoals nu, dacht dat het zou regenen, maar ja. Dus ik zet het dan een beetje helder weer wordt. Het was donker, dus ik dacht dat het zou regenen. Ja. Toevallig is de minister van NH, Regilio Dotsen, zelf van Kommerwijnen. Is hij ooit zelf hier op Ellen geweest om de situatie te bezien? Zover ik weet, als het niet ergens anders is, niet op Ellen. Nee, niet op Ellen. Niet op Ellen. Mijn hoop is dat ze eens komen, ze kijken op panden, die mensen die geen huisaansluiting hebben, waterleiding, dat ze dan die mensen helpen en dat het water ook een beetje langer gepompt wordt. Want als ik het goed heb, wordt het water verdeeld voor Ellen en Marienburg. Ja toch? Het wordt verdeeld voor Ellen en Marienburg. En kijk hoe groot Ellen is. Ellen is niet zo groot als Marienburg. Marienburg is groter en ze vullen, ze vullen, ze vullen. En als je ook moet vullen, dan weet ik niet wat er gebeurt. Dan krijg je niet eens zoveel water. En ik mag eerlijk zijn, weet, als je niet met een pomp gaat trekken, waterpomp, ben je bijna niks. Ik denk dat die baril zelf gaat vullen. Dus misschien tot de helft gaat het water weg. Ja. Maar ja. Is het verder lekker toeven hier op Ellen? Zijn er geen andere problemen, los van water? Het is heel rustig hier. Het is heel rustig hier. Alleen het waterprobleem die we hebben. Ja, dat alleen. Dankjewel, mevrouw Pobossi. Hartelijk dank. Ja. De volgende buurtbewoner van Ellen, dat is mevrouw Aida Kadosu, met wie wij ook een vraaggesprek zullen hebben. Mevrouw Aida, hoe lang je tanja naar Ellen ba? Langer vanaf de OCDCD. Mm-hmm. Wat 10 jaar, wat 15 jaar? Ja. En in dat 10 en 15 jaar, zijn er maar een bigger probleem zo op, ja? Een watra probleem van contradictie. Dat van we doen, zij doen alle die, voor kies watra? We hebben een tja linko, voor ze kan veel nu aan tien zo watra. Ja, maar watra probleem van contradictie, dat is een tranga sanigiu. In even in watra, Sandro watra in oma draai. Hoe heb je dat? Zo heb je dat? SWM of DND? DND. Ja. Maar je hebt dat niet? Kraan aan de zand dat je niet ook zo? Nee, ik heb kraan niet ook zo. Oké. Ja, ik heb een pijpje voor alleen de watra, maar ik heb een doro. Maar lang heb ik bij watra, ik heb geen. Ik heb geen watra. Na bij we bij watra? Ja. We bij watra, mami, mijn abi furus, mami, also da. Watra sami abi, da mi pina nangami jiro, thank you watra. Nangami jiro, thank you. Koti bali, mi wasi. Da mi pina nanga lifu dringi, bori. Mami pina, fa watra sani. And if alene kong, da na bai we bai? Ya, if alene kong, da bai we bai. And na ome moni e potuan se, wan mung fu bai watra? Kande. Ja. Wat is uw naam? Ik ben Inder de Wansing, bewoner van Ellen zelf. Dit fenomeen is al jaren gaande. Mm-hmm. Sedert ongeveer 30 jaar al gaande is deze fenomeen gaande op plantage Ellen. Ik was toen 5 jaar oud toen ik hier ben komen wonen. En dan begon er al een waterprobleemsituatie hier op Ellen. Het is zo dat we elke keer, niet alleen in de droge tijd, al is het regentijd of droge tijd, we hebben altijd te kampen met waterproblemen hier. Er is wel een bron op Marienburg, op de hoek van Marienburg, die wordt dan gevuld door DND. En van daaruit wordt het water gepompt naar Ellen en Marienburg. Dus water wordt gesplitst. Wat dan nu gebeurt, dat wij maar voor 20 minuten water krijgen uit de leidingen. Maar voor 20 minuten en... Hoe laat is dat? Van 17:30 tot ongeveer 17:50, 17:45 en dan wordt het stopgezet. En hier op Ellen, als men geen pomp draait om water te vullen, kan niemand water krijgen. Niemand. Wij zijn zelf bij de minister geweest op Palm Village, minister Regilio Dotsen. Ik ben samen met de DR en de RR-lid geweest. We hebben over zaken besproken. Hij heeft aangegeven van dat alle watertrucks defect zijn, maar alle watertrucks staan op meer zorg. Toch? En hij zei van er zou water gedistribueerd worden op Ellen, maar nooit is het van terecht gekomen. Wanneer wij van Ellen water nodig hebben, dan moeten wij naar DND gaan aan de Watermolenstraat om water te kopen.
En op je formulier staat geschreven dat je een week lang moet wachten voordat je water krijgt. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb zelf toen gekocht. Ik moest 2,5 week wachten. Ik ben toen terug geweest. Ik heb daar geregeerd. Ik ga niet jokken. Ik heb daar geregeerd. En dan heb ik die middag zelf water gehad. En ik heb voor 4 euro tanks gekocht en ik heb maar 1 euro tank gehad. Elk individu op Ellen, elk huis op Ellen verschilt, het gezin verschilt. Als je heeft daar net gefilmd, er zijn hele, veel kleine kinderen en 1 euro tank water, het is niet te bolwerken daarmee. We zijn nu helemaal, we kunnen niet meer door de beugel heen, we zijn de situatie al zat. De regering vindt altijd dat er water is. Ik weet niet, de regering neemt Ellen altijd als een grap op een stukje stok, maar wij gaan niet meer over ons heen laten zollen. We willen gewoon oplossing hebben. Wij zijn toen bij de minister geweest, we hebben met de minister over zaken besproken. De minister zegt van een wat voor oplossingsmodel wij hem kunnen geven. Ik bedoel, als jij de minister bent, als je plan A hebt en plan A is defect, moet je dan een plan B hebben om die aanpak te maken. Ik heb hem toen gezegd van minister, in het begin kregen wij toen 15 grote trucks water die de kelder van Marienburg kon vullen, dat genoeg was voor Marienburg en Ellen, zodat we genoeg water konden krijgen. Nu krijgen wij maar 6 trucks water voor Marienburg en Ellen. Vertel mij in hemelsnaam, hoe zullen wij dan met 6 trucks water, met toch van huizen en gezinnen, met zo weinig water bolwerken? Je moet naar het toilet, je moet baden, je hebt kinderen, je hebt baby's, je moet koken, je moet overal. Er gaan mensen zelf naar het werk, ze frissen zichzelf op, ze vegen hun lichaam met een stukje doek. Wij aarzelen niet te zeggen, omdat wij vinden van gezondheid gaat voor. Als de regering zegt van onderwijs en gezondheid, dan vind ik dat dit wel een kwalijke zaak is, dat wij geen water hebben. Mensen moeten zelf water uit de trenzen halen om de toiletten door te spoelen. Dat heel onhygiënisch. Ik zelf ben een gezondheidswerker. Ik werk in het ziekenhuis. Ik weet waarover ik praat. Dezelfde water dat je in de toilet doorspoelt komt in de trens. Je moet hetzelfde water nemen om in de toilet door te spoelen. Waarmee zijn we zo erg met de situatie? Zo erg met de situatie. Heel erg. En ik ben heel blij dat jullie zijn gekomen om over situatie te spreken en dat dit echt gepubliceerd wordt, dat de regering ziet wat er gebeurt in Ellen. Want het lijkt alsof wij gewoon een verlaten kind zijn en stiefmoederlijk behandeld worden. Niet alleen Ellen. Marienburg heeft ook te kampen. Leliendaal heeft ook te kampen. Alkmaar heeft ook te kampen. Zullen ook, was hij onlangs op Zullen geweest, ja. Het is zo zelf gebeurd. Op Marienburg zijn er 2 grote spaarwaterputten. Dat mensen daar met water, met emmers moeten gaan om water te sjouwen. Hoe lang gaan we daarmee om? Mensen sjouwen zelfs water helemaal vanuit Zoelen. Ik heb dat ook meegemaakt. Dat ik water moest sjouwen vanuit Zoelen naar huis. En wanneer je met 2 emmers water komt, ben je al helemaal kapot. Je bent al helemaal mat af. Je kan helemaal niks meer met deze felle zon. Ik denk wel dat er een oplossing moet komen. Zodat wij volop water terug kunnen krijgen. Ik zeg niet dat we water vanuit zodat douche kunnen openmaken en water kunnen krijgen, maar het moet tenminste op je erfkraan water komen. Vind ik. Want men moet water vullen in private. Tegenwoordig, als je water in private vult, er is regen dat je vult water in private met de verschillende soorten ziektes, chikungunya, dengue, Zika, deze dingen tasten de gezondheid aan. Ik vraag me af, heeft de regering weer een luisterend oor naar het volk toe? Wij hebben ze daar gezet. Ik heb zelf naar de parlementariërs lid gebeld van Komowijnen. Ik heb er toen gezegd van, wij zijn hier, wij hebben voor jou gekozen om daar in het parlement te zitten. Welke DNA-leden? Mevrouw Jenny. Oké. Waar zit die krommel? Ja, heb ik gesproken. Zij kon me gewoon zeggen, doodleuk vertellen, mensen van Ellen mogen niet in haar teleurgesteld worden, omdat mensen van Ellen voor haar niet gestemd hebben. In hemelsnaam, hoe kan jij als een moeder voor het land, dat jij daar bent gaan zitten en zoiets uit je mond kraaien? Dat kan niet. We kunnen niet meer door de beugel heen. En ik ben niet bang om te praten. Ik ben een burger van het land en ik ga praten. Ik ga vechten voor de bevolking van Ellen, totdat we water krijgen. Want dit kan helemaal niet meer. Helemaal niet meer. Want wat is 20 minuten water uit de leiding krijgen? Helemaal niet. Soms krijg je een deel van Ellen water, een deel krijg je niet. Wanneer deel A vandaag water uit de leiding heeft gehad, krijgt deel A morgen niet. Dan krijgt deel B. Dus komen de trucks wel hier? Helemaal niet. Waar wordt het water dan afgeleverd? Dat water wordt afgeleverd op de hoek van Marienburg. Is er een waterbron. Mm-hmm. De kelder wordt daar gevuld. Okay. En vandaar wordt het tegen 17:30 de generatoren aangemaakt en dan wordt het water gedistribueerd. Maar ik weet niet wat er nu gaande is, dat er zo weinig water, want de minister heeft meer trucks ingezet, zodat er volop water kan, gedistribueerd kan worden vanuit de leidingen. Maar
Het fenomeen is hetzelfde gebleven. We hebben helemaal geen veranderingen gezien. Straks is de dag begin de school. Kinderen moeten naar school gaan. Mensen moeten aan het werk gaan. Hoe gaan we verder met zo'n situatie? Ik denk niet dat het te bolwerken is hiermee. We kunnen niet meer door de beugel. Ik denk dat de regering, en laat me niet zeggen dat ik denk, ik vind dat de regering wel iets hieraan moet doen. Laten wij allemaal bundelen dat de regering iets hieraan kan doen. Want als je een plan A hebt en je plan A is, dan moet je altijd een plan B hebben om het aan te pakken. Ja, mevrouw Aida, Gralanti moest doen aan het probleem van Wateratori. Ja, Gralanti moest doen, moest het knappen van wat het probleem van Kondredisi. Dat is wat nog boem. Als je maar kan de abi om mijn tine ook zo, IP na, fout doen. Dat Gralanti moest hopen het knappen voor mij kwam moeite van wat het probleem zijn voor Ellen. Dat is Kondredisi. Dank u. Wij wonen hier op Ellen in de Sura-woningen. Wanneer het regent kunnen wij ook geen water vangen vanuit het dak van de huizen om het te drinken. Als u ziet naar de Sura-woningen, zijn asbest en dakpannen. En dat kunnen wij niet gebruiken. En bepaalde mensen kunnen we dat wel doen, omdat ze hun dak hebben veranderd met zinkplaten. Maar de mensen die het kunnen permitteren om het te doen, kunnen het doen. Maar iemand met een groot gezin gaat het niet kunnen doen. Dus dat is het. We moeten gewoon een situatie bedenken. De regering moet gewoon een situatie bedenken om iets voor ons te doen hier op Ellen. Want we kunnen niet hiermee om. Dat is het enige. Asbest. En het is een ongezonde situatie. Dit is een heel ongezonde situatie voor de gezondheid. Dat je water vangt van een asbestdak om te drinken. Heel ongezond. Het is kankerverwekkend. Het kan al je organen in je lichaam aantasten. Het is heel ongezond. Dus ik denk dat de regering wel een luisterend oor zal hebben na dit gesprek gevoerd te hebben. Maar hebben alle huizen hier asbestdakplaten? Alle huizen van Ellen. Bepaalde mensen hebben die het kunnen permitteren om het te veranderen tot zinkplaten. Hebben het wel kunnen doen, maar niet iedereen kan het doen. Niet iedereen. Ook mevrouw Erna Cario Di Medio woont hier op Ellen. Mevrouw Erna, hoe lang woont u al hier op Ellen? Mijn dochter is 34 jaar. En van al die 34 jaren, kent u dat probleem van water hier? Ja. Maar is het nu veel erger of was het vroeger veel erger? Is erger. En hoe bedoelt u erger? Hoe is het erger nu? Ja, dus vooral is het droge tijd. Is altijd niet normaal bij die leidingen. Maar als het regentijd is wel beter. Ja. Hoe krijgt u water? Nou, die leiding, pijpleidingen. Ik heb begrepen, water voor een uur lang alleen? Ja, voor een uur maar. En dan moet u snel vullen? Ja, voor een uur twee gezinnen ontvangen. Okay. En waarin vult u water dan allemaal? Naast mijn dochter woont naast. Ja. Nee, vult u in emmers? Waarin vult u? Ja, daar, in emmers. In dit is uw dure tank. Heeft u nu water? Nee, helemaal leeg. Kijk. Hoe lang al? Lang, man. Ik weet niet. Lang, wel lang. Ja. En het heeft geen zin om bij DND en SWM te gaan, want de drinkwatertrucks komen niet hier in de weg? Niet altijd. Wanneer is de laatste keer dat u water hebt gekocht? Verleden jaar. Oké. Ja. En jullie zijn dus blij wanneer het regent? Ja, zeker. Dan heeft u volop water. Ja. Wanneer is het de laatste keer geweest dat het hier hard heeft geregend? Wacht, verleden week denk ik. Oké. En net was het heel erg bewolkt, dus ik denk dat u gehoopt had dat het hard. Ja. Ik wacht. Ja. Wat moet er gedaan worden, mevrouw Erna? Wat moet de overheid voor jullie doen? Ja, alles. Hoe noem je dat? De overheid moet gewoon een plan van aanpak bedenken dat we gewoon weer normaal water krijgen. Zoals ik eerder zei, dat ik aan de minister heb gezegd, zoals er vroeger 15 trucks water geleverd werd om in de kelder te vullen, dat weer gedaan moet worden, zodat Marienburg en Ellen weer optimaal water kan krijgen. Waarom ik dat zeg, als er weinig water is en men hier voor 20 minuten water maar pompen vanuit de kelder naar de plantage toe, is er zo dat men, dat bevolking van Ellen, genoodzaakt is om met een waterpomp het water te trekken. Hetgeen leidt dat buren onderling dan ook vechten, ruzie maken. We zijn een klein gemeenschap hier en wij willen niet in ongezonde situatie leven dat we onderling vechten. Want een ieder heeft water nodig. Ik kan mijn buurman niet kwalijk nemen wanneer hij of zij water met een pomp trekt, want die heeft het ook hard nodig zoals ik het nodig heb. Men moet mij ook niet kwalijk nemen als ik water trek. Waar men
Waar men de oorzaak moet zoeken is de regering. De regering moet iets hier aan doen. We hebben parlementariërs hier die ook niks van hun laten horen. We hebben nooit sedert de regering is aangezeten, hebben nooit de parlementariër op Ellen gezien. Nooit. Ik ben helemaal thuis bij haar geweest. Ze is nooit gekomen. Eens heeft de parlementariër me ook gezegd, als je denkt dat je voor politiek hier kan praten, hoef je niet te praten. Ik ben niet politiek gerelateerd. Helemaal niet. Wanneer ik ga, praat ik over de situatie van Ellen. En de grootste situatie en probleem van Ellen is water. Ik zeg het nogmaals, het grote probleem van Ellen is water. Water is belangrijk voor een ieder en dat moet aangepakt worden. Straks begint de school. Er zijn kleine kinderen naar school moeten gaan. We hebben zelf een gezondheidscentrum Ellen hier waar er bevallingen worden gedaan. Er worden polyklinische ingrepen gedaan. Er is helemaal geen water om de poly optimaal te draaien. Ook daar niet. De DND moet water zelf komen vullen in 2 Dero tanks. Want wanneer je een draaiende verloskamer hier hebt, moet je optimaal water hebben om een kraamvrouw te spoelen, om een baby te wassen, al de linnen goed te wassen en te desinfecteren. Wanneer er mensen komen bij de poli, moet je genoeg water hebben, want zonder water kan je niet hygiënisch te werk gaan. Je moet water hebben. Het was een draaiende poli, maar sinds het fenomeen van waterprobleem is ontstaan is in Ellen, is het helemaal lam gelegd. We hebben zelf een verpleeghuis Evi hier voor bejaarden, voor seniorenburgers. Daar is er ook probleem met water. Die mensen moeten zollen, waar die mensen moeten dan en gebruik van maken met een beetje water wat ze hebben. Is gewoon de riemen strakker om je buik doen en met een beetje water. Zelf, ik bij voor mijn buurman, die vult water bij mij als ik een beetje, we doen het om de beurt. Men wanneer zelf men de kleren was, het water waarmee men het kleren spoelt, spaart men dat water om het toilet door te spullen. En u weet het, zeepwater kan niet in een septic tank gaan, die gaat gewoon overvol raken en verstopt raken. Dus het is een heel groot probleem op Ellen, water. Niet alleen maar Ellen, van helemaal Nieuw-Amsterdam tot Alkmaar hebben we een waterprobleem hier. Waarom kan er water komen tot en met bij Palm Village? Waarom kan het daar? We zijn bij de ministerhuis gegaan, een heel groot fontein die daar circuleert met water. Heel groot fontein circuleert, terwijl wij hier op Ellen te kampen hebben met water. Dat kan niet. Toch? Water kan wel helemaal tot Palm Village komen. Vanaf Palm Village krijgen wij geen water. Er is iets mis. Er is een heel groot probleem dat mis is gegaan. Want wanneer, waarom kunnen wij dan wel soms water voor 20 minuten krijgen en niet dan voor een uur? Er klopt iets niet. Er moet een aanpak gemaakt worden. Er moet een oplossing komen. Het kan niet zo. Wanneer er als er geen oplossing is, gaat de bevolking van Ellen wel opkomen. En dat zijn we wel voor de regering, voor het parlementgebouw. Dat moet men wel wagen. Want wij kan niet meer dat men over ons heen gaan zollen en dit als een grapje op een stokje neemt. Het kan niet meer. Het moet ophouden. Het moet nu wel eens ophouden met dit ding. Want wij hebben de mensen daar gezet. Niet alleen maar dat ze hun zakken vullen en over hun eigen belangen denken. Maar wij hebben ze daar gezet dat ze voor ons moeten zijn. Wij hebben ze daar, ze moeten voor ons opkomen, voor ons praten. Want zonder mijn belastinggeld kunnen zij niet betaald worden. Dus daarom zitten ze ook daar. Het investeringsplan van de regering is volgens de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, die de hekkensluiter vormde in een week durende presentatie aan 30 maatschappelijke groeperingen, noemt het onderontwikkeld en onevenwichtig. Het planapparaat is erg zwak, waardoor er veel geïmproviseerd moet worden. De VES is blij met de uitnodiging en de presentatie. Het gesprek was bijzonder openhartig, zegt VES-voorzitter Winston Ramotarsing na afloop aan journalisten. We hebben net een onderhoud gehad met de vertegenwoordiger van de regering. En als vereniging van economisten zijn we bijzonder blij met deze ontmoeting. We zijn blij dat we in de eerste hand geïnformeerd zijn geworden over de staat van de economie en over de plannen die de regering heeft voor de komende paar jaren. Aan de andere kant zijn we niet erg positief als we kijken naar de kwaliteit van het planapparaat. Ons planapparaat is bijzonder zwak en het plan dat ze aan ons hebben uitgelegd is ook heel erg onderontwikkeld, onevenwichtig. En dat komt doordat het planapparaat, zoals meneer Simons het zei, kapot is. En dat we een heleboel inhaalmanoeuvres nodig zullen hebben om op de normale manier weer plannen te kunnen maken.
Het is nu improviseren. En dat hebben ze ons duidelijk gemaakt. En we hebben aangeboden waar wij kunnen helpen om een bijdrage aan te leveren. Misschien is dat een goede introductie. De mankementen. Het plan wat is uitgelegd is samen met de Islamic Development Bank ontwikkeld en omvat een investeringsprogramma van 1,8 miljard. Maar het komt eigenlijk erop neer dat het een infrastructuurprogramma is. De werkelijke noden van het land, van de economie, om de productiecapaciteit te versterken, dat zit er nauwelijks in. Voor de landbouw bijvoorbeeld is er 95 miljoen slechts uitgetrokken. Dat zal weinig zoden aan de dijk leggen als we de landbouwsector verder tot ontwikkeling willen brengen. Voor capaciteitsontwikkeling is er maar 500 miljoen uitgetrokken. Dat stelt niks voor. Dus er moet hier nog behoorlijk aan gesleuteld worden. Maar dat weten de heren ook. Sorry. Hebben jullie ook plannen aangedragen om die koers te stabiliseren? Nee, dit gaat uitsluitend om het herstelgedeelte, om die economie weer op het groeipad te krijgen. De stabiliteitsmaatregelen die zijn eigenlijk in een ander programma met het IMF vastgelegd en vandaag nauwelijks aan de orde gekomen. Wij hebben geen voorstellen hoeven te doen, hoewel we als eerste reactie op een paar voorstellen van hun direct ondersteunend hebben kunnen reageren. En op een aantal voorstellen hebben we wat kritische kanttekeningen geuit. Dat is des regerings. Laat het duidelijk zijn, wij zijn geen politieke organisatie. We willen ook niet op de stoel van de regering gaan zitten. We willen, omdat economisch beleid maken expertise kost, economische expertise is een vakgebied op zich. En die mensen zitten bij de vereniging, bieden wij aan om op dat gebied een ondersteuning te geven. Niet om op de stoel van die regering te gaan zitten. De wisselkoers? Nou, de wisselkoers is een product van de economische verhoudingen in het land. En als we minder zijn gaan exporteren en niet veel minder zijn gaan importeren, dan krijg je een tekort aan deviezen. En als er een tekort is aan deviezen en we blijven steeds meer SRD uitgeven, dan krijg je opwaartse druk. Ik hoop dat die daling blijvend zal zijn. Ik ben alleen bang dat het van tijdelijke aard zal zijn. En waarom zegt u dat? Omdat de verhouding, de economische kracht van die economie is, die economie is zwak. Dus je kan zeggen dat die omlaag moet, maar dan moeten we meer gaan produceren en gaan exporteren. Door te praten erover krijg je hem echt niet omlaag. Door de juiste incentives te geven aan die ondernemers die kunnen produceren en kunnen exporteren, gaan we op termijn wel eruit komen. Maar als we dat niet kunnen doen omdat het apparaat zo zwak is en de private sector rustig afwacht, dan gaat het heel lang duren. Weet u ook wat de inflatie is van het gemiddelde? De meest recente ken ik niet. Het officieel lag in juli boven de 63,6%. Ook het inflatie is een representatie van de realiteit. Voor de wisselkoers om omlaag te gaan, moet natuurlijk de productiviteit omhoog gaan. En belangrijker nog, we moeten vertrouwen krijgen in onze eigen economie. Beide zullen niet morgen gebeuren. Dus hieraan moeten we toch wel allemaal als collectiviteit gaan werken. Maar er is geen toverstok om dit morgen al te realiseren. Die plannen zijn work in progress. Het is een hele eerste ruwe benadering
En het verdient behoorlijk wat bijwerking, verfijning, verdieping. Sorry? We nemen aan dat dat er komt, maar dat is natuurlijk niet afgesproken. Sorry? Het belang van infrastructuur moeten we niet te verwaarlozen. Trouwens, als we het hebben over als de overheid het in zijn plannen heeft over infrastructuur, bedoelen ze niet simpelweg het aanleggen van wegen, maar het totaal van communicatie, elektrificatie en de fysieke infrastructuur. We weten allemaal dat dit al enige jaren te wensen overlaat, dus dat er een groter deel van het programma daaraan besteed wordt, is op zich geen kwalijke zaak. Desalniettemin zal het hebben van infrastructuur, fysieke en de digitale infrastructuur, nog niet productiviteit. Nog niet automatisch je productiviteit verhogen. Het is slechts een van de voorwaarden om je productiviteit te garanderen. En alles wat productiviteit garandeert, productiviteit stimuleert, is goed, is belangrijk. Tot slot, ja, we zijn dus blij met die uitnodiging. Het was een heel openhartig gesprek. De heren hebben zich kwetsbaar opgesteld. Ze hebben ons verteld in welk moeilijk vaarwater die regering zit, dat de inkomsten van de overheid afnemen. Dus ze hebben, anders dan we van ze gewend waren, dat ze vertelden hoe goed het gaat en hoe beter het gaat en dat het snel opgelost zal zijn, hadden ze vandaag een andere invalshoek, waardoor we tot een goed gesprek zijn gekomen. De politie van het resort Geiersvliet kreeg op zaterdag 17 september 2016 melding van een beroving in een winkelpand aan de Anamoestraat. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren de winkelier en zijn partner aan. Volgens verklaring van de slachtoffers kwamen vier gewapende mannen de winkelzaak binnen en werden zij overmeesterd door deze rovers. Twee van hen waren gemaskerd. Terwijl de rovers de winkelier en zijn vrouw knevelden, schreeuwde de man om hulp. Een buurman die dat hoorde, nam een kijkje. De rovers verlieten toen rennend het pand met de buit gemaakte goederen. Een security guard van een bewakingsbedrijf die kwam aanrijden, zette de achtervolging in. De rovers schoten op het voertuig waarin de bewaker zat. De voorruit van het voertuig vertoont een kogelinslag. De bewaker bleef ongedeerd. De criminelen vluchten in de omgeving van de Anamoestraat en de Kleine Straat het bos in. De rovers openden het vuur op de leden van het regio bijstandsteam Paramaribo die inmiddels waren gearriveerd. Er ontstond een treffen met de politie. De vier rovers werden daarbij geraakt door politiekogels. Drie van hen kwamen ter plaatse te overlijden. Het vierde crimineel is per ontboden ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar hij in de ziekeninrichting is opgenomen. De politie heeft op de plaats waar de rovers het vuur op hen openden een jachtgeweer met ingekorte loop en kolf en revolver aangetroffen en in beslag genomen. Een deel van de buit is eveneens aangetroffen en in beslag genomen. De drie lijken zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling kapitale delicten. Afdeling VOV van het ministerie van Openbare Werken die heeft er wat wijzigingen in wat rayons en woongebieden aangebracht voor wat ophaal van vuil aangaat. Tijdstip van het plaatsen van vuil voor de poort of voor uw berm, die is er nog altijd om 5 uur. Alleen de enige wijziging die er is, zijn dat andere aannemers thans het vuil ophalen. We spraken hierover met het waarnemend hoofd van VOV en dat is mevrouw Claudia Maatsen. We voeren u naar dat vraaggesprek. Mevrouw Claudia Maatsen, waarnemend hoofd van VOV. We begrijpen dat er enige wijzigingen zijn voor wat vuilophaal aangaat in bepaalde buurten. Zou u dat kunnen doorgeven aan de kijkers van de desbetreffende buurten? Ja, goeiedag kijkers.
Per 1 september is er een wijziging in bepaalde gebieden, zoals Welgelegen, begrensd door de Kernkampweg, Johannes Mungrastraat, Toevluchtweg, Ramlakanstraat. Die werden in het vorige contract tot en met 31 augustus opgehaald op de maandag. Dat gebied wordt nu op de dinsdag en op de vrijdag opgehaald. Dus we vragen in deze de buurtbewoners van het gebied Welgelegen, begrensd door Kernkampweg, Johannes Mungrastraat, Toevluchtweg, Ramlakanstraat, om de medewerking te verlenen zodat het vlot verloopt, de wijziging dan vlot verloopt, dat er geen stagnaties zijn, dat ze hun vuil in plaats van maandag plaatsen, dinsdag plaatsen. De grens van de twee rajons, noord en midden, is nu volledig hoofdweg Kwata. De mensen die aan de noordelijke zijde van de Kwataweg zijn, hun vuil wordt op de maandag opgehaald en de mensen aan de zuidelijke zijde van de Kwataweg, hun vuil wordt op de dinsdag opgehaald. Dat is het eerste, de eerste wijziging dat er is. De tweede wijziging is dat er op de dinsdag en op de vrijdag het gebied van nieuw weer gevonden weg tot en met Bommaweg, Sunny Point, leiding 20 tot en met 22 op de dinsdag en de vrijdag werd opgehaald. Nu vanaf 1 september wordt dit gebied op de woensdag en de zaterdag opgehaald. De grens van dit gebied is nu volledig de Evramsegeweg. Het gebied ten zuiden van de Evramsegeweg richting Wanica wordt nu op de woensdag en op de zaterdag opgehaald. Dat zijn die twee wijzigingen die er zijn. En we willen ook de buurtbewoners vragen niet te letten op hoe laat de aannemer vroeger kwam. Ze moeten hun vuil gewoon om 5 uur plaatsen. In de verschillende weken zijn er wijzigingen ook van aannemers. En daar heb je ook dat een aannemer vroeger om 7:30 langs kwam, maar nu komt die andere aannemer om 6:00. Als men hun vuil om 5:00 plaatst, is de kans niet groot dat je vuil wordt achtergelaten als een vuilniswagen om 6:00 langs is geweest. Dus dat zijn de kleine obstakels dat we op dit moment hebben. En we vragen de medewerking dat de buurtbewoners of de samenleving werkt aan de kleine bewustwording die we willen brengen. Ja. Wat is de rapportage? Vanuit het veld is het namelijk zo dat mensen nog steeds hun vuil niet om 5:00 plaatsen? Klopt, dat wat ik net aangeef. Het kan dat er in het verleden aannemer bij een bepaald adres om 7:30 langskwam, maar er nu een andere aannemer om 6:30 langskwam. Dan is de kans groot dat de persoon zegt, oh ja, het is pas 7:00, die vuilniswagen is er nog niet. Maar als de vuilniswagen al langs is geweest, is de kans groot dat je vuil wordt achtergelaten. En dat kan er morgen niet uitgerukt worden voor 1 of 2 zakken die zijn achtergelaten. Dus als iedereen gewoon hun vuil om 5:00 plaats, maakt niet uit hoe laat de vuilniswagen daarna komt, maar jij moet je vuil om 5:00 plaatsen. Maken de bewoners zich ook daaraan schuldig om alles te plaatsen, behalve huisvuil? Ja, we merken dat men ook stenen en zand in zakken plaatsen. Dat wordt niet opgehaald door de vuilophaal. Wasmachines worden soms ook geplaatst. Dat soort items worden niet meegenomen. Wij zijn alleen belast voor huishoudelijk afval. Dat zijn etensresten, spullen dat men in de keuken gebruikt, papier en zo. En de zakken mogen niet te zwaar zijn voor de ophalers. Ja. Kunt u even de 2 weken wederom
op aangeven, mevrouw Maatsen, omdat dat toch wel heel belangrijk is voordat mensen dat gemist hebben, de eerste en de tweede begrenzingen? De eerste begrenzing waar er een wijziging is, is het gebied Welgelegen, Kernkampweg, Johannes Mungrastraat, Toevluchtweg, Ramlakantstraat. Dat gebied wordt nu op de dinsdag en op de vrijdag opgehaald in plaats van maandag en donderdag. Het tweede gebied is nu weer gevonden weg tot en met de Bomaweg. Sunny Point, leiding 20 tot en met 22, wordt in plaats van dinsdag en vrijdag nu op de woensdag en op de zaterdag opgehaald. Ja, en je had iets over de Quattaweg? De Quattaweg, ten noorden van de Quattaweg, wordt op de maandag en de donderdag opgehaald. En ten zuiden van de Quattaweg wordt op de dinsdag en de vrijdag opgehaald. En voor al deze gebieden gelden dat zij om 5 uur hun vuil voor hun berm plaatsen? Klopt. In al deze gebieden, elke ophaaldag, moeten de buurtbewoners hun vuil om 5 uur plaatsen. Hoe is het met de ophaal van vuil? Is het een vlot verloop van dat proces, mevrouw Maatsen? Gezien de wijzigingen en van de aannemers in elk rayon en werkgebied hebben wat stagnaties gehad, omdat ze ook niet bekend zijn met de weken en hun grenzen. Maar we zijn nu in de derde, vierde week en we kregen minder klachten. Waar nodig zijn we samen dan met de aannemers in het veld om de misverstanden of de knelpunten die ze hebben qua begrenzing samen op te lossen. We willen nogmaals aan de samenleving vragen, mochten er klachten zijn, mogen ze altijd bellen op 46 24 45. Nogmaals het nummer? 46 24 45, ook in de avonduren mogen ze bellen, vanaf 6 uur. Een supermarkt, annex bakkerij, op de hoek van de Nieuwzorg en Ingridweg is verwoest door een grote uitslaande brand. Dit gebeurde op zondag rond 1 uur in de middag. De brandweer was met veel materieel ter plaatse en heeft met man en macht eraan gewerkt om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar aangrenzende woningen. Waardoor het vuur ontstond is nog niet bekend. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt. De materiële schade is groot. Politieagenten hebben vanaf gisteravond de wacht gehouden voor de winkelzaak op de hoek van de Nieuwzorg en de Ingridweg. De politie van Meerzorg kreeg op zondag 18 september 2016 in de middag de melding van een verkeersongeval aan de Haji Iding Sumitaweg in het district Kommewijnen. Daar aangekomen troffen zij een zwaar beschadigd voertuig aan met daarin 5 inzittenden. Het betrof een grijze autobus van het merk Toyota Hiace. Het voorlopige onderzoek ter plaatse wees uit dat de bestuurder Giocarto met zijn voertuig reed over de HI Sumitaweg vanuit de richting Meerzorg, gaande richting de Hulp. Tijdens een inhaalmanoeuvre kreeg zijn voertuig een klapband en Giocarto verloor de controle over de besturing van het voertuig. De autobus draaide om zijn as, geraakte van het wegdek, sloeg over de kop en kwam tenslotte tegen een pand tot stilstand. De 54-jarige mede-inzittende Ribeiro Silva overleed ter plaatse. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. De bestuurder en de overige 3 inzittenden liepen schaafverwondingen op en klaagden van pijn over het lichaam. De slachtoffers zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het stoffelijk overschot van de overledene is eveneens in beslag genomen voor obductie.
De bestuurder was niet onder invloed van alcohol en is in het bezit van een geldig rijbewijs. Het rijbewijs is echter ingevorderd. Met de dood van Ribeiro Silva is de verkeersbarometer gestegen naar 49. Goudzoekers van Nieuw Koffiekamp in Brokopondo kunnen zoeken naar werkgebieden in de concessie van Roosevelt Gold Mines. Partijen hebben vrijdag vergaderd op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in aanwezigheid van minister Gilio Dotsen. Toen is de optie aan de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp voorgehouden. Het gesprek is niet naar wens van Makamboa verlopen, omdat Roosevelt Gold Mines volhardt in haar standpunt dat de gouddelvers niet mogen werken in de Roma-pit. Dit gebied is opgenomen in het bedrijfsplan van het goudbedrijf. Verder gesprekken zullen nog gevoerd worden. Bij het bezoek aan, laat me zo zeggen, we zijn in de tijd bezig geweest en we hebben aangegeven, op een gegeven moment had er een ontruiming plaatsgevonden. En dan ging het over, geen Royal Hill, hoe daar, waar Makamboa was? Roma-pit. De Roma-pit ontruiming, daar was Makamboa bezig. Een deel van de mensen die daar bezig zijn geweest, die werkzaam waren voor de jongens, die heeft zich dan in de mijn begeven. Dus wat er daar bezig was, was geen Makamboa. Maar was de mensen die daar werkten, voor de jongens werkten, plus nog mensen van heinde en verre die daar kwamen. Wat de exacte ratio is, weet ik niet. Misschien zou de heer Akkermans daarmee kunnen helpen. Maar wat ik wel weet is dat er een constante van tussen de 100 en 300 mensen actief waren in dat gebied. En heel dicht bij het zwaar materieel en heel dicht bij alles, de blast enzovoorts. Dus dat kan niet meer getolereerd worden. Maar hoeveel het exact verschil is en het aantal, dat weet ik. Het zijn goudzoekers, het zijn ondernemers. Dus ze moeten één goud kunnen vinden in voldoende mate om hun bedrijfjes te kunnen sustainen. Dus daarom hebben we ook een team dat met ons gaat kijken naar welk gebied is beschikbaar en welk gebied kan. En natuurlijk de criteria die daaraan voldoen, omdat je moet rekening houden dat je ze niet helemaal op Bronsweg bezig kan laten zijn, want ze zijn van Koffiekamp. Je kan ze niet helemaal naar Ballingsula sturen, terwijl ze van Koffiekamp zijn. Dus met al dat soort criteria in mind, daar houden we rekening mee. Natuurlijk moeten we ook respecteren de rechten van IAM Gold zoals gegeven in de concessievoorwaarden, maar voor die oplossing zijn we dus aan tafel. Dat is de bedoeling van dit gesprek. En daarom zeg ik ook, er is geen ruimte voor gelukzoekers. Want dat is helemaal uitgesloten. Het is de bedoeling dat we dus samen ervoor gaan zorgen dat die influx aan illegalen die komen in de mijnen enzovoorts, dat niet meer gebeurt. Dat het vrij blijft van illegalen. We doen het samen met het leger, politie. Ik blijf het zeggen met de jongens van Makamboa erbij. Maar IAM Gold heeft natuurlijk de eerste optie om te zorgen voor zijn eigen veiligheid. Zij doen tot waar ze kunnen en de rest doet de overheid. Over het werkgebied dat was uitgezet. Er waren wat concerns over dat gebied. Het moest nog verder geëxploreerd worden. Het was ook naar mening van de ondernemers was het ook te ver van hun leefgebieden. En bepaalde van de anderen waren een beetje te dichtbij op Bronsweg enzovoorts. Dus er zijn wat concerns daar die op tafel waren gelegd daarvoor. Dus vandaar dat ik zeg, dat zijn we hier nu aan het bespreken. Wat we doen is iedereen bij elkaar brengen. En we hebben zelfs we zijn een beetje buiten de grenzen gegaan om ook die assistentie te brengen. Dat is een beetje, ik wil zeggen, nu het is extra in dit geheel. Omdat we nu zaak hebben dat we komen tot die structurele oplossing. Het is een slepende kwestie al langer dan 10 jaren, 14 plus jaren, dat we het zo aan het
ploeteren zijn en we moeten nu komen tot de oplossing. Ten aanzien van de juridictie onder welke bevoegdheid, deze actie wordt niet geleid door OGS. OGS is slechts een werkarm. Het gaat om, u heeft daarom ook altijd gehoord, de commissaris van politie. De politie die heeft die algemene bevoegdheid, die algemene opsporingsbevoegdheid. En het gaat om een duidelijke overtreding van de mijnwet. Als je nou klein of groot bent, je kan niet werken, geen activiteiten ontplooien zonder een permit, zonder een concessievoorwaarde, zonder een toestemming van de overheid. En vooral niet binnen iemand anders concessiegebied. Dat is helemaal verkeerd. Dus ik denk dat de politie in zijn volste recht staat en de politie is ondersteund geworden door OGS. Omdat OGS al een hele tijd in het gebied aanwezig is, het gebied kent, de situatie ook kent, de situatie goed kan inschatten zodat er geen incidenten en allerlei soort excessen plaatsvinden. En natuurlijk heb je ook het Nationaal Leger vanwege hun gespecialiseerdheid, vanwege hun tact en special benadering die nodig was om het geheel te doen en het geheel te ondersteunen. Maar de politie die had de voortouw en die zijn volledig bevoegd om dat te doen. De gebieden, daar kan meneer Healy inderdaad veel meer over vertellen zo meteen. Maar ik wil even komen op de rechten van koffiekamp. Kijk, we willen geen sfeer creëren van versus. Omdat we één ding moeten weten, koffiekamp, dat zijn Surinamers. En de Surinamers hebben rechten. En wij praten ook over de rechten. Daarom zitten ze hier, daarom zijn ze hier vertegenwoordigd. We kunnen niet praten over deze zaak zonder dat we koffiekamp in oogenschouw nemen. Dus de rechten van koffiekamp, dat is waarom we hier zitten aan tafel. We hebben met z'n allen, we hebben onze voorgangers, hebben besluiten genomen. En wij zitten nu daarmee dat het dorp in de concessie is. Het is niet iets om heel licht over na te denken en te zeggen, ja maar, dat poor de man. Zo makkelijk gaat het niet. Dus we zijn met natuurlijk de rechten van koffiekamp in gedachten, zijn we zoekende naar een oplossing. Als het zal zijn, een economische zone eromheen, zodat mensen daarin hun activiteiten kunnen ontplooien. U weet dat er ook een gemeenschapsbos hoort bij zulke gebieden. Dat wordt als tailingpond gebruikt door IM Gold. Hoe gaat dat worden opgelost? Wat doen we ermee? Dat is een van de hoofdmoots tijdens deze gesprekken. En we kunnen dat niet uit ogenschouw laten. We zijn verplicht dat mee te nemen. We zijn verplicht naar koffiekamp toe om dat ook erbij mee te nemen. Dus uw vraag is duidelijk, er is begrepen. En de rechten van koffiekamp staan heel hoog bij ons tijdens deze gesprekken en hoe we daarmee omgaan. Maar misschien kan meneer Healy nog iets over de werkgebieden vertellen. Oké, minister Kort. Artikel 36.3 van de mijnbouwwet geeft aan dat de minister bij beschikking werkgebieden kan instellen. Dus artikel. En het moment dat ik ging adviseren bij OGS, ben ik naar meneer Domper gestapt. Ik heb die mijnbouwwet tot tafel gelegd. Ik zeg, meneer Domper, het eerste wat u moet doen is artikel 36.3 uitvoeren. 3 maanden later duurde even wat we moesten een beschikking vinden om een werkgebied in te stellen. We konden geen voorbeeld vinden. Heeft op 30 december 2012, 23 jaar nadat de mijnbouwwet is afgekondigd, heeft minister Hock voor het eerst een werkgebied ingesteld bij wet. 4. NPS heeft het niet gedaan. Sorry hoor dat ik het zeg. We hebben 6 maanden op de stoep gezeten bij GND om voor Papa King
een gebied van 5000 hectare toegewezen te krijgen toen Boeka kreeg. Het is nooit gebeurd. Sorry hoor, dat ik het zeg. En als je dat niet doet, als je voor de kleinschalige mijnbouwers geen gebieden instelt, gaat het niet lukken. Het tweede probleem, artikel 39 lid 1e van de mijnbouwwet zegt, dat zover mogelijk de overheid administratieve en technische bijstand moet leveren aan de kleinschalige mijnbouwers. Het probleem van verkenning en prospectie is levensgroot. Het is een vrij technische discussie, dat moeten we een andere keer aan u gaan uitleggen. Ik wil het even hier met toch een laatste opmerking hierbij laten. Er staat een meneer, zit een meneer Albitro hier, hij is een mine technician met 20 jaar ervaring. Laat me u even een idee geven van hoe complex soms exploratie kan zijn. Vorig jaar heeft Newmont Mining, die bij Miriam gaat opereren, in 3 mijnen in Nevada, in Noordwest Nevada, 45 ton goud geproduceerd. En dat goud is geen grof goud, is geen fijn goud, is geen poedergoud, is geen fijn poedergoud en het is ook geen microscopisch goud. Die 45.000 kilo is submicroscopisch goud. Dat wil zeggen dat je een elektronmicroscoop moet gebruiken om het te zien. Een miljoen maal vergroten. En daarmee hebben ze 45 ton goud vorig jaar geproduceerd. Dus het probleem van klein mijnbouw is het verkennen, het prospectie is een uitdaging. En je hebt de mijnbouwers zelf hebben ook veel expertise. Maar het is goed als je de inheemse kennis van de mijnbouwers combineert met de expertise van meneer Albitro. Dan denk ik dat men er naartoe gaat gaan om betere resultaten te hebben. Over het goud in de werkgebieden, men heeft gezegd, werkgebied heeft geen goud. U moet er naartoe gaan en dan gaat u zien dat hele gebieden zijn uitgemeend sinds het ingesteld was. Werkgebied 4, men heeft gezegd, er is geen goud. Toen werkgebied 4 werd ingesteld, heb ik de aeromagnetics gehad. Ik heb ze gezegd, kijk hier, hier is er heel veel aeromagnetisme, er zit goud daar. In de afgelopen 3 jaren hebben Braziliaanse mijnbouwers de hele westelijke zijde van mijnbouw 4 uitgemijnd. Als je de satellietbeelden van 4 jaar geleden vergelijkt met van vandaag, dan kunt u duidelijk zien. In eerste instantie, IAMGOLD heeft aangegeven dat zij nu op het punt gekomen zijn dat ze zelf die erts nodig hebben. Ze moeten om te overleven, omdat we nog in onderhandeling waren over het werkgebied, en het is al eerder gezegd, we hebben ook gezegd, wij kunnen niet bepalen binnen de concessie van IAMGOLD, wel daarbuiten. En wij hebben IAMGOLD ook gezegd tijdens een van de onderhandelingen van luister nog. Als wij werkgebied M, kleine Saramaka, veilig kunnen stellen voor jou, ben jij bereid om iets te geven binnen jouw concessie en dingen? Toen heeft IAMGOLD geantwoord, we willen dat graag zoals we het in het verleden hebben gedaan, maar wij hebben het nu zelf ook nodig voor onze operations. We moeten nu mixen, we gaan een nieuwe crusher bijzetten zelf, om dat hardere gesteente te kunnen gaan. Dus als we Roma Pit snel kunnen zuiveren, snel kunnen inrichten, dan kunnen wij een betere blend maken en dan kunnen wij onze productie een beetje stabiel houden, ondanks. De extra kosten zullen we absorberen, maar wij kunnen niet meer in Roma geven. Toen hadden we gekeken naar Sixi, om daar te kijken van wat kunnen de jongens daar doen. IAMGOLD zegt, luister nou, het is niet dat we Sixi niet willen geven, maar alleen zitten we in exploratie dat we kunnen doen. Dat we moeten doen om ervoor te zorgen dat we dat plan kunnen blijven draaien. Natuurlijk is nu M op toegewezen aan NV1 en NV1 in joint venture met IAMGOLD. Dus nu zijn we aan tafel weer en kijken we wat de opties zijn. Ik zeg niet dat ze Sixi zullen krijgen, dat zeg ik niet, maar ik zeg wel, laten we kijken wat we doen. Meneer Healy is hier, we zeggen niet dat de jongens niet kunnen exploreren. Ze kunnen wel exploreren, maar het heeft toch wel bepaalde specialistische kennis nodig om bepaalde dingen te doen.
Nou, er zijn, dus laten we zeggen dat het niet zo snel in vervulling gaat. Er zijn meer dingen die op tafel moeten komen. En in, binnen de concessie van I Am Gold, dat is het I Am Gold die vanwege hun main plan, vanwege hun reserve schedule, vanwege hun investeringsplan, hun productieschedule, de besluiten kan nemen. Wij als overheid kunnen dat niet doen. Als we kunnen een trade-off maken, dan moeten de partijen aangeven van we kunnen daarmee leven. En dan kan de overheid inspringen en zeggen oké, als jij dat gebied bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld wat ik geef, aan Koffiekamp geeft, dan compenseren we je daar. Dat is hoe wij het kunnen bewerken. En dat is ook op tafel gekomen. Doe een voorstel en wij als regering compenseren. En dan zeggen we, hebben we het probleem opgelost. Dus dat is het geven en nemen. En dat zijn deze precious hours die we hier met elkaar spannen om te zeggen, dit is het. Want binnen de concessie, daar zijn we gebonden aan wat I Am Gold bereid is en kan loslaten. Wij zeggen als overheid, wij kunnen indien nodig de compensatie plegen om zo ervoor te zorgen dat de mensen zijn geaccommodeerd. Maar dan gaat het weer om het accommoderen van de ondernemers die binnen hun leefgemeenschap, Koffiekamp, zorgen voor die werkgelegenheid. Aan hun mensen. Niet voor anderen. Aan hun mensen. En zo, dat is eigenlijk het proces dat gaande is. Wij van TBN Prime Alert die brachten vandaag een bezoek aan huizencampagne die er toch wel langer dan 40 jaar bestaat. Het schijnt dat huizencampagne wel erkend is, want als u toch wel aanneemt dat er kinderen hier worden afgezet door de politie en ook nog andere instellingen die dat niet kunnen, dan betekent het dat huizencampagne erkend is. Maar op de een of andere wijze mist dit tehuis nog heel veel en het vanwege ook de precaire financiële situatie waarin het land thans verkeert, is ook het aantal donateurs sterk afgenomen. Het tehuis die kan heel moeilijk het hoofd boven water houden. En één groot probleem waarmee zij bijvoorbeeld nu zitten, is dat de kinderen, en dat zijn er 36, maar 32 schoolgaande, die straks het schooljaar moeten beginnen, maar zonder uniform zitten en ook nog schoolpakketten. Wij van TBN Prime Alert spraken met Sylvie Campagne, directielid, oftewel een van de begeleiders van dit tehuis, die toch wel ingaat op de situatie in huizencampagne. Hoe ziet meestal een vakantie eruit voor de kinderen van huizencampagne? Meestal is het alleen thuis blijven, niks doen. Want we hebben niks, we hebben geen financiële middelen dus om weg te gaan. Dus blijven ze maar thuis. Nu hebben ze mensen die bij zich komen. Dus weer een ontspanning voor ze. Wat doen de kinderen dan wanneer ze zo in de vakantie thuis blijven? Voetballen, de meisjes doen andere dingen. Spelen met elkaar, niks anders. En hoeveel kinderen zijn er onder jullie hoede? Er zijn momenteel 36 kinderen. Hoeveel jongens, hoeveel meisjes? Een stuk of 18 jongens. Nee, 20 jongens en 16 meisjes. In welke leeftijdsklasse? We hebben kinderen van 0 tot 22 bij ons. Van waar komen de kinderen, mevrouw Campagne? Her en der, zeg maar. Ouders die ze zelf brengen, we hebben wezen, half wezen. Kinderen die mishandeld worden. Kinderen die gewoon op straat lopen, ze hebben geen thuis. Die kunnen alleen bij ons terecht. En heeft huizencampagne nog ruimte voor opvang van meer kinderen? We zitten nu een beetje krap. Want er zijn niet genoeg bedden. Ik zou wel meer kinderen kunnen, maar het kan niet. Er zijn geen bedden genoeg. Ja. En hoe doen jullie het met dat financieel gedeelte dan? Donaties van mensen die gewoon komen doneren. Anders komen we niet rond. Ik heb het nodig van anderen. Want financieel hebben we geen andere steun, maandelijkse steun van niets en niemand. Ook niet vanuit sociale zaken? Nee, ook niet. Dus helemaal afhankelijk van anderen? Van anderen en van onszelf. En lukt dat in deze periode, dat mensen nog doneren?
Nou, het komt nu mondjesmaat nu binnen. Niet meer zoals voorheen. Dus ik moet echt nu gaan schikken en kijken hoe we het gaan doen. Anders red ik het niet. Zijn er momenten geweest waarbij jullie helemaal uit jullie voorraad heen waren of helemaal geen financiën hadden? Dat soort momenten komen voor, ja. Komen voor. En wat doet u dan? Ja, toch aan de bel gaan trekken bij iemand die ik weet dat soms ons bijstaat. Om te zeggen van, we hebben niets, kan je ons even helpen? Dan lukt het soms. Soms. En zijn er momenten waarbij jullie zeggen van, nou, dit kunnen jullie niet meer? Soms heb ik dat soort momenten wel. Vooral als er van buitenaf instanties die moeilijk gaan doen. En dan heb ik ook zoiets van, Jezus, hé, ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor de kinderen en kinderen van het land. En dan word je toch tegengewerkt, dan heb ik wel dat soort momenten. Begrijp je? Want je doet het voor een kind. Ik doe het niet voor mezelf. Ik heb het niet nodig. Maar de kinderen wel. En dan zeg je wel van, Jezus, kan het niet anders. En u staat er helemaal alleen voor de kinderen of zijn er nog andere begeleiders? Ik sta er eigenlijk alleen voor. Ik heb alleen mijn buurvrouw die komt invallen, die me komt helpen. En een nicht, twee nichten die komen helpen. Anders, en nog oudere meisjes en jongens. En dat is allemaal pro deo, de hulp die u krijgt? Pro deo. En we eten allemaal uit één pot. Anders gaat het niet. U heeft er niet aangeklopt bij de overheid voor financiële ondersteuning? Nee. Waarom niet? Het is een hele rompslomp. Om te lopen, om te vragen. En je moet met heel veel papierwerk komen. Nu ben ik bezig met schoolpakket. En als de kinderen niet hier staan ingeschreven, kan je het niet, krijg je het niet. Waar sta ik dan? Ik heb niet van alle kinderen hun papieren. Niet alle kinderen zijn hier op het adres. Dus krijg ik ook dat soort dingen niet. Dus het is heel lastig. Is het u dan gelukt? Want ongeveer over twee weken start het nieuwe schooljaar weer. En hoeveel schoolgaande kinderen heeft u hier? Bijna allemaal gaan naar school. Ik heb net 4 kleintjes die niet naar school gaan. Dus u hebt 32 pakketten nodig. En heeft u die? Ik heb laatst wel van iemand die gedoneerd heeft. Goeie trouw. Die heeft pakketten schooltassen gegeven. Een andere mevrouw die heeft me toen schoolschoenen gegeven, schoenen gekocht. Maar dan zit ik nu nog met uniformen. Dat heb ik niet. Niet allemaal hebben een uniform. En kijk wat een uniform nu kost. Dus ik ga het maar niet in mijn koude kleren zitten. Ik moet dan in mijn eigen buidel gaan tasten. Gaat men zeggen, waarom neem je dan die kinderen? Wie gaat ze dan nemen? Niemand anders. Maar wie brengt de kinderen hier? Ook de politie? Ook de politie, overheid, instanties krijgen van hun krijgen. En toch krijg ik niet de medewerking van hun. Dus dat stukje begrijp ik niet. Waarom ik die vraag stel, dat betekent dat u dan een erkende opvang te huis bent wanneer de politie kinderen hier brengt. Ja, maar dat stukje hulp blijft toch uit? Ja, we zijn bekend, want dit doe ik niet nu, sinds mijn oma er is. Het is vanaf mijn oma begonnen. Dus langer dan 40, 45 jaar dat huizencampagne bestaat. Maar we hebben nooit officiële steun gehad, nog gekregen. En in feite hebben jullie je eigen huis? Eigen huis, alles is van ons, niet van de staat. Ja, nee, bedoel, in feite hebben jullie je eigen huis hiervoor opgegeven om kinderen op te vangen? Ja, mijn eigen huis opgegeven. Niet door een of ander iemand gebouwd of wat dan ook. Ik zeg het weer, het is niet door de overheid gebouwd, dit alles hier, dit is van ons. En we toch nemen van we mensen, kinderen op die het niet goed hebben. En het wordt ons toch niet in dank afgenomen. Ja, en ik zie dat het toch een beroemdje jari hier is. Want als ik zo een beetje kijk, dan zijn het kinderen van alle, ja, ja, alle bevolkingsgroepen. Ja. Ja, klopt. U heeft het heel goed gezien. Ik maak geen onderscheid. Niet in ras, niet in leeftijd, niks. Zolang dat kind de nood heeft, vang ik dat kind op. Waarom denkt u dat men dan zo doet tegenover huizencampagne? Ik zou het niet weten. Vroegere oordelen, mensen weten het beter. Maar zelf kunnen ze het niet doen. Daarom. Ik heb ook een beetje gekeken. In feite zou er ook veel gerenoveerd moeten worden aan dat tehuis. Maar als er geen geld is voor voeding, komt dat absoluut bijna, is er geen geld daarvoor dan?
Nee, klopt. Je ziet het. Vele dingen zijn stuk. Waar vind je dat geld nu? Nergens. Maar waarop blijft u vertrouwen en geloven? De heren daarboven. Ik heb altijd geloof. Daarom. En de mensen die u helpen? Ook dat, ja. Zijn het lokale mensen? Zijn het ook buitenlanders? Lokale mensen en een paar buitenlanders. Van die krijg ik hier en daar wat. Ja. Maar met heel veel moeite neem ik aan dat jullie de eindjes aan elkaar kunnen knopen elke maand. Ja, met heel veel moeite, ja. Anders lukt het niet. Want niemand geeft het. En maar u wil nog steeds hiervoor klaarstaan? Voor deze kinderen? Nog steeds tot de dood. Tot de dood. Al staat de overheid achter me met een stok, want je moet je gaan registreren. Ik heb ook al een papier gehad. Ik moet gaan registreren. Alles gaan. Moet netjes op papier met pedagogen moet ik hebben, weet ik veel. En dat heb ik niet in huis. Dus ik weet niet wat me te wachten staat. Maar ik ga door. Staat er sluiting boven het hoofd? Dat staat er ook in die brief, ja. En zo wordt er gesloten of de kinderen worden weggehaald. En dat schrijven komt van? Ministerie van Sociale Zaken. En u bent niet voor een gesprek geweest? Nee, nog niet, want ik ben er nog niet aan toe. Ik ben nog bezig kleren aan het zoeken voor die kinderen, voor het nieuw schooljaar. Dus ik dacht, dat komt later wel. Ja. Eenmaal we dit vraaggesprek doen, zou u dan bijvoorbeeld een oproep dan, tenminste naar die gemeenschap willen doen, om u daarin tenminste bij te staan? Graag. Ieder die mij kan helpen met het opstarten hiervan, zeg maar, vooral een maatschappelijk werkster heb ik nodig. Ik heb psychologen nodig, want ik heb genoeg kinderen die heel veel, met hun achtergrond heel erg is, uit een benarde situatie komen. Dus een psycholoog, dus maatschappelijk werkster, noem maar op. Alle hulp neem ik aan. Ja, ook in de vorm van financiën en ook andere middelen, die zijn ook welkom, neem ik aan, mevrouw Campagne. Alles is welkom, maar ik zeg geen financiën, want men denkt altijd van de campagnes gebruiken de financiën van die kinderen, terwijl we niet krijgen. Dus iedereen mag iets geven. Jullie hoeven me geen geld te geven. Kom doen wat je moet doen voor de kinderen. Dan ben ik al blij. Ik heb geen geld nodig. Kom doen als je iets moet doen. Repareer. Vooral bedden. Ik heb nu geen bedden. De kinderen slapen op ziekenhuisbedden. Matrassen zijn niet meer goed. Als ik dat gedoneerd kan krijgen, dan ben ik al blij. Ik ga niet op geld uit. Een lid van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst, CIVD, heeft zondagochtend een man een schampschot toegebracht. Dit gebeurde aan de H.J. de Vriesstraat voor een nachtclub. Het latere slachtoffer vroeg aan de CIVD'er om netjes te parkeren. Er ontstond toen een woordenwisseling tussen de twee mannen, waarbij de veiligheidsman uit zijn voertuig stapte met zijn vuurwapen. Hij schoot op de burger die in zijn halsstreek werd geraakt. Het slachtoffer liep een schampschot in zijn hals en werd per ambulance afgevoerd. De schietgrage CIVD'er werd door de militaire politie aangehouden. Zijn dienstwapen werd terstond in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de militaire politie, die het verdere onderzoek zal verrichten.